misschien nog even naar schoeisel toe en naar materiaalkeuze ook bijvoorbeeld. Heb jij een vast merk en hoe ben je daarbij gekomen van loopschoenen bijvoorbeeld? Dat is een moeilijk verhaal in beginnen. Zoeken van wat is voor u het beste nu. Ik heb op het moment een sponsor en dat is dan New Balance. En supermerk. Top, ja. Ik ben er heel blij mee, heel fier op ook. En daarvoor liep ik dan met een ander merk en daar had ik een vast modelletje gevonden dat bij mij altijd goed lag. En ik kon dan nog variëren met nog een ander merk, een ander model. Ja. Nu, het waren altijd die twee. Ja. Andere schoenen lagen mij wat minder, dus die zoektocht die was daar toch wel op wel vastgepunt. Ja. Nu, ik ben dan gekwalificeerd geraakt voor het EK Cross. En mijn vriend die werd gesponsord door New Balance. En mijn vriend had dan dus zo gevraagd van, ja kijk, dat is mijn vriendin. Ze heeft nu de EK-selectie. Hoe zien jullie er tegenover? Die hebben ze dadelijk eigenlijk zonder twijfel gezegd van, oh, we pakken haar mee in die sponsoring. En ja, sindsdien zijn Frank en ik dan samen gesponsord door New Balance. Ja. En dat is nu toch al een, ja, ik denk een 6-7 jaar al. En in het begin is het dan binnen New Balance even kijken van, oké, wat is voor mij de beste schoen? Nu, het voordeel, nadeel, ik heb steunzolen. Ja. Dus ik kan een neutrale schoen hanteren. Ja. Maar dan nog heb je een zachtere schoen, een stijvere schoen. Ik moet ook niet te stijf gaan, want anders gaat het meer schoen dan ik zijn. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus ja, en nu heb ik daar eigenlijk mijn 2-3 vaste modelletjes in gevonden, waar dat ik perfect in kan wat afwisselen. En dan krijgen we af en toe wat leuke kleren, gadgets en zo. En ja, dat doet heel veel. Nu, die zoektocht naar de juiste schoen of naar de juiste steunzool heeft bij mij ook wel even geduurd. Ja. En ik heb dan het geluk gehad dat ik bij Runnerstep terecht ben gekomen, bij Koen dan. Ja. En ja, een paar jaar later ben ik bij hem dus beginnen werken. Dus nu zit ik aan de bron. Echt super. Heel groot voordeel. Nu, de manier waarop wij werken voor de juiste schoen te vinden, is ook heel specifiek. Dus een klant komt binnen in de winkel en die zegt niet, oké, ik vind dit een mooie schoen, ik wil deze hebben. We gaan die blootfiets laten lopen over een drukplaat en we doen videoanalyses. Ja. En dan gaan wij schoenen halen die wat voor ons eigenlijk de beste schoen voor de klant gaan zijn. Ja. Dus niet de mooiste, niet de leukste, niet altijd dadelijk de fijn zittende schoen. Maar die gaan we dan ook allemaal testen. En 9 kansen 10 zitten we altijd op een goede combinatie voor de persoon en voor ons. Ja. Heel af en toe zegt de klant, oké, de beste schoen die zit mij niet goed. Ja, dan gaan we naar de tweede beste bijvoorbeeld. Ja. Of moeten we dus een kleine aanpassing uitvoeren. Maar het maakt wel heel persoonlijk. En dat de klant ook effectief met gedachten zit, ik heb de juiste schoen. Ja, ja. Ook als er klachten zijn, ze komen altijd bij ons terug terecht. En wij helpen dus heel graag. Ja. We willen ook dat onze klanten goed geholpen zijn. Ja, dus ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Ook voor niet altijd de mooiste schoen te willen kiezen, maar gewoon, ik zeg vaak gewoon, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, de schoen die, als je die aandoet, van de eerste moment eigenlijk echt goed aanvoelt en goed zit, dat misschien vaak nog het beste. Dat komt vaak uit hoor. Ja, als we bijvoorbeeld 3 schoenen testen, is vaak degene wat de klant zegt van die zit mij fijn, is ook meestal de beste resultaat. Ja. Maar als jij 100 schoenen voor je hebt staan, dan gaat je niet altijd de beste schoen eruit halen. Nee. En die kan ook nog goed zitten, maar uiteindelijk naar termijn toe, als een klant bijvoorbeeld zegt, oké, doe een startrun, dan gaat dat minder hard opvallen. Want doe je bijvoorbeeld een 10 kilometer, dan kan het al eerder tegenkomen van, oké, die schoen, ik mis iets. Ja. Ik heb klachtjes daar of zo. Dan kan het gewoon puur zijn dat het niet de juiste schoen is. Nee, maar als jij gewoon zo gaat kiezen, dan heb jij die uitleg en die service ook niet van, wat is nu de beste schoen voor mij? Nee, maar goed, ik ben zelf ook al geholpen door Runnerslip. ik denk dat we daar wel over eens zijn, dat we daar dat het een goede service is. Ja, zeker en vast. Zeg, misschien nog wel interessant, het is nu winter, kouder. Nog wat tips misschien om de mensen de winter door te laten komen, al lopende. Misschien kledij of ik weet niet. Kledij is sowieso heel belangrijk, hè. Als je een koukleum bent en je gaat 16 lagen aandoen, dan ga je niet helpen hoor. Je moet eigenlijk gewoon je 3 basis
goede lagen aan hebben. Dus een warmtelaag, thermische laag eigenlijk. En dan uw basislaag en dan uw beschermingslaag. Ja. Ik zie vaak, jammer genoeg, personen lopen in een hoodie. Ja. Van katoen of zo bijvoorbeeld. Ja, het gaat vocht vasthouden. Je zweet is koud. Je krijgt een kou op je rug. Ja, dat is niet goed. Sowieso je lagen, die moeten goed zijn. Maar je materialen ook. En dat is hetzelfde verhaal eigenlijk in het geheel. Dus sokken, ondergoed, de sport-BH's voor de dames. Allemaal vrij belangrijk. En dat wordt soms zo wat onderschat. En je zegt van oké, doe gewoon wat aan wat ik thuis heb liggen. En dat is perfect. Ja. Uiteindelijk als je het echt bekijkt en tegenover elkaar gaat leggen, gaat je toch wel zeggen van oké, ik moet misschien toch beter iets specifieker gaan kiezen. Dus ja. Ja. Ik weet sowieso bij mij, ik zit nu al in de periode van mijn drie lagen. Ja. Het wordt al zo min en ik ben nog wel meer koukleum. Ik heb mijn handschoenen aan, ik heb mijn bufjes aan. Ja. Dus eigenlijk als het nog kouder gaat zijn, ja, wat doe ik dan nog? Ja. Mijn thermische laag denk ik gewoon hoger leggen. Ja. Dus daarin wat warmer gaan. En heel soms bijvoorbeeld een warmtezalf. Ja. Nu, warmtezalf, dat helpt in de eerste dingen, maar dat gaat niet verder helpen. Ook niet altijd de beste oplossing. Nee. Nu, beste oplossing wel voor een wedstrijd. Ja, ja. We proberen wedstrijden als sport, als je echt de competitielopers een kortere short, blouseje, topje te lopen. Ja, als je dan in 5 graden of minder moet lopen, dan helpt zo'n warmte gel even voor die start te doorkomen. Ja. En dan uiteindelijk zeg je lopen, krijg je toch warm. Ja, ja. Okay. Dus zelfs in de winter, want ja, dat is inderdaad eigenlijk, als je zo op de veld loopt of zo, afgelopen weekend. Ja. Ik loop vrij veel altijd in het onderbroekje en het topje. Ja. En iedereen zegt dan wel van, ja, maar heb je niet koud? Nee, ik heb dus mijn beschermlaagje even door die warmtegel. Dus voor de start, we staan even stil. Ik word zo dan eigenlijk beschermd. En zodra ik aan het lopen ben, gaat mijn lichaam toch eigenlijk vrij warm worden. Ja. En ga ik het toch uit moeten stralen. Dus ja, als ik dan wat meer bloot heb, vind ik dat zeker niet erg. Ja, misschien nog wel een tip ook. Fluo, je kraagje is nu ook wat fluo. Maar ik denk nu in de winter, ik zie soms nog echt mensen lopen dat ik denk van... levensgevaarlijk. Ja, dat klopt. Het is morgen nog gaan lopen in het donker. Ja. En aan je begin in het donker en dan naarmate werd het lichter. Het lichter. Ja. En ja, ik heb mijn fluo fashion aan. En het echt donker doe ik ook nog zo'n lichtbandje aan. Ja. Nu, ik ben niet het type van heel veel lampjes en heel veel fluo aan te doen. Dus gaan we met de basis zien, maar niet meer. Nee, nee, nee. Je ziet ook soms personen die hebben bijvoorbeeld een hoofdlamp op of een borstlamp, maar die verblinden ook wel soms. Ja. En dat vind ik soms ook te extreem. Ook gevaarlijk, ja. Want je hebt tegenliggende auto's, fietsers en als zij dan niks zien, is het toch nog niet duidelijk zichtbaar. Nee, 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 dat klopt. Dus ja. Misschien dan liever meer basis en op die manier veilig zijn en niet te veel te doen. Nu, wat ik ook altijd doe, is bijvoorbeeld als ik straat loop, aan de andere kant van de straat lopen, dat ik het tegenliggend verkeer zie, dat als er iets is, dat je er zelf op kunt inspelen. Dus aan de linkerkant lopen. Zo van die kleine dingen. Nu, ik ga ook proberen niet zoveel mogelijk op de drukke wegen te lopen. Als ik wat rustig kan uitzwaaien, dan zoveel te beter. Ja. Nu, er zijn personen die hebben die mogelijkheid niet om. Nee. Klopt. En dan moet je gewoon goed zichtbaar zijn en eigenlijk zelf ook alles onder controle proberen te houden. Zelf zien. Zelfs met tegenliggend verkeer moet ik soms toch nog eens uitwijken in de berg. Ja, maar ik denk dat dat een belangrijke tip is. Om links te lopen van de weg, dat zeg ik ook altijd, loop links. Dan zie je de auto's aankomen en kan je altijd als ze en heel soms krijg je nog eens een toet achter je of zo. Of iemand die zegt, ja nee, je moet aan de andere kant op. Ja nee. Dit is voor mijn veiligheid. Ja. En als je het denk ik uitlegt of zo, nu in principe hoef je dat niet uitleggen, dan begrijpen mensen dat wel. Nog misschien ook wel interessant ook, naar trainen toe loop jij, want oké, de marathon is eigenlijk gewoon op de baan, op harde ondergrond. Is dat dan ook iets dat je, train je altijd op harde ondergrond of ga je het ook eens de bos? Ik probeer zoveel mogelijk variatie te houden. Dus afwisselend of eventueel een uur lopen en 30 minuten bos en 30 minuten straat. Ja. Nu, onze trainer houdt er ook wel wat variatie in. Dus we doen bijvoorbeeld woensdags een training in bos en de woensdag daarop doen we dat op straat of op piste.
Dus we proberen niet die laksheid te creëren. Ja. Nu, variatie zorgt ook voor je lichaam dat we ook niet zwak gaan worden. Als je altijd beton doet, ja, dan heb je altijd een harde impact. Als je altijd bos zit, heb je altijd je onstabiliteit. Dus eigenlijk voor je lichaam goed te trainen, is zowel verschillende dingen heel goed. Ja. Nu, ik ben wel meer het type straatloper. Ja. Ik merk met de mannen nu, dat als we een training op straat doen, dat ik veel gemakkelijker kan volgen. Komen we dan bijvoorbeeld eens in het bos en ik moet met een meetrainer, moet ik altijd een gat gaan laten. Okay. En ze zeggen het zelf ook, je bent zoveel sterker op straat. Ja, dat is ook door dat marathon gebeuren dat ik dat heel gewoon ben. En daar mijn ritme op vind. Maar ja, ik weet dat. En ik ga daar ook niet over muggenziften of zo. En ook niet blijven focussen. Ik ga gewoon mijn trainingen eruit. En ongeacht waar we zijn. Ja, het is gewoon plezant lopen. De variatie ook weer. Ja. Dat maakt het minder saai. En, en belangrijk gewoon variëren, denk ik. Hè. Ja. Zijn er trouwens in dat variëren intervaltrainingen? Hè, wat ik ook wel eens zeg, probeer lange duurlopen af te wisselen met kortere loopjes, maar ook met interval. Dus voor de mensen interval sneller en dan trager lopen. Is dat ook iets, in hoeverre, als je 6 keer per week loopt, in uw geval, hoe ziet die verdeling? Dat zijn niet alleen maar duurlopen. Nee. Als we bijvoorbeeld een maandag al bekijken, gaat dat vaak een hersteldag zijn. Omdat we meestal zondag ofwel een training hebben gehad, ofwel wedstrijd. Ja. En dan is dat gewoon eigenlijk een rustige duurloop. Eventueel een paar versnellingsjes in. Waardoor dat we spieren weer wat losser gaat krijgen. Dinsdag is bij ons een trainingsschema vaak dan een krachtdag. Met dan ook nog wel wat lopen, dus echt puur stabilisatie, krachtoefeningen of fitnessoefeningen en zo, die we thuis of weet ik veel waar kunnen doen. Maar daarna moeten we wel terug weer die spieren in een natuurlijke beweging krijgen, dus dan gaan we wel wat lopen. Ja. Woensdag is eigenlijk de belangrijkste training voor ons, dat is onze intervaltraining. En dat gaat variëren van bijvoorbeeld 10 keer 200 naar bijvoorbeeld een piramide van 400 meter, 600 meter, 800 meter, 1000 meter, ja. 800 meter, 600, ja. 400. Ja. Heel wat variatie. Daar is mijn trainer ook wel heel goed in. Die verrassen die er iedere keer eigenlijk. Ja. En dan donderdag weer wat herstel bijvoorbeeld. Wat rustige duurloop. En dan vrijdag eigenlijk hetzelfde verhaal. Zaterdag komt er ook weer eens misschien wat tempoblokjes in. En dan zondag is training, intervaltraining, wedstrijd. Ja. Afhankelijk van. Want als je geen wedstrijd hebt, dan kun je je trainingsweek al wat zwaarder maken dan als je wedstrijd hebt. Ja. Maar daar is de trainer eigenlijk altijd wel vrij goed in, ja, om dat in te schatten hoe. En de persoon ook, want we zijn met 15 personen, maar we hebben niet allemaal hetzelfde trainingsschema. Nee, oké. Dus dat maakt toch ook wel wat verschil. Ja, de ene kan beter een zware training verteren en die zal de dag erna al vlotter kunnen lopen dan een andere. Ja. Terwijl een andere misschien 2 dagen ook nog nodig heeft om te herstellen. Ja, belangrijk. Hè? Heel belangrijk. Ja. Ik ben blij dat ik mijn tijd er niet in moet steken. Mijn trainer wil zeggen, je moet dat doen. Zeker. Want ik denk, als ik zelf zo wat moet inschatten, dat ik toch wel zwaarder voor mezelf zou maken dan denk ik. Dus de lat toch altijd wat hoger. Ik ben ook wel het type dat durft zeggen van oké, vandaag is misschien een rustdag. Oh, ik ga toch eens een half uur lopen. Ja. Maar daarvoor heb ik dus mijn trainer die zegt van nee, dat is geen goed idee. En dan ook nog mijn vriend die wat dat ook wel begrijpt en zegt van Manuela, blijf jij maar thuis. Dus het gegeven rust, ontspanning. Ja, soms moet toch, ik daarin toch wel echt wel wat worden ingetoond. Dat is ook wel... Want mijn kiné... Ook, ik zit dan nu met een lichte overbelasting, ik kan perfect lopen, maar ik kan geen interval doen. En dan ben ik eens van, zou ik morgen al interval mogen doen? En dan zegt nee, maar je hebt het. Ja, maar mag ik dan misschien dat doen? Ja, nee. Rustig. Maar ze kennen mij allemaal, dus dat is het voordeel wel. Oké, dat is belangrijk denk ik ook. Oké, misschien qua voeding naar... Recuperatie, hè. Ze zeggen eiwitten eten om sneller je spieren te laten herstellen. Is dat iets waar jij ook
specifiek echt wat aandacht aan schenkt? Sowieso op de zwaardere trainingen en bijvoorbeeld wedstrijden. Dan gaan wij proberen om binnen het half uur, dus na die inspanning, eigenlijk ons recuperatiecheck in te nemen. En ik neem die altijd met sojamelk. Ja. Nu, in melk zitten ook al eigenlijk de goede bestanddeeltjes. Maar je kan melk minder goed verdragen, dus voor mij wordt dat een sojamelk. Nu, in een recuperatieshake, dus in je poeder, zit eigenlijk ook wel alles in. Nu, wij proberen dan ook wel ook nog zoveel mogelijk uit voeding te halen. En ja, alleen een shake gaat voor mij niet voldoende zijn, want dan heb ik toch na een uur terug honger en zware honger. En ja, we proberen die shake en dan gewoon een lichte maaltijd eigenlijk. En dat merk je ook wel. De dag daarna gaat je wel gemakkelijker kunnen terug loslopen. De spieren voelen minder stijf aan en zo. Dus het is wel iets dat belangrijk is. Veel mensen ook wel vergeten. Ja, maar ik denk ook zeker op jullie niveau, recreatief. Ja. Als je het, ik ben daar persoonlijk zelf niet zo'n mega voorstander van. Als je zoiets twee keer per week gaat lopen om dan aan de sport te gaan. Nee, want op duurlopen nemen wij dan ook geen recuperatieshake. Dus als het gewoon rustig is, dan is dat niet per se nodig. Hè. Nee. Als je wat zwaarder van je lichaam gaat vragen, dan denk ik dat dat wel nodig is. Ja, zeker. Ja. Maar goed, jij werkt ook naar een doel toe. Ik weet niet, misschien is dat ook nog wel leuk. Je hebt Rio gehaald, binnen 4 jaar, volgende Olympische Spelen, Tokio. Iets waar je uiteraard misschien toch wel terug wil bij zijn. Dat sowieso. Ja. Voor Rio hadden we dus echt gezegd van als we Rio kunnen meedoen, zoveel te beter. En dat is heel mooi meegenomen, als dat niet is, geen probleem. Ja. Maar dus iets 2020... Dat moet wel haalbaar zijn. En daar gaan we ook zeker voor naartoe werken. Ja. Nu Rio geweest is, heb ik zoiets van 2020, daar moet ik gewoon voor gaan. Moet erbij zijn. Ik heb er alles voor doen. Dus weet je, zo'n Olympische Spelen is ook een hele unieke sfeer. Ja. Een heel andere manier van lopen ook eigenlijk, de marathon. Want ik loop mijn marathon met een haas. Dus een heel goede kameraad, Cedric Houben. Echt... wereld. Ja. Persoon, echt niet normaal. Ja. Mijn vriend is eigenlijk ook mijn haas. Enkel alleen, nu mijn laatste marathon was hij dus gekwetst. Dus heeft hij eigenlijk een fiets gehuurd en is heel het parcours afgereden voor constant ons te kunnen zien. Dus hij was er toch nog altijd bij. Maar ja, dan moet je gewoon achter iemand gaan zitten. En je moet niks aantrekken van tempo. Nu, hij bepaalt perfect tempo. Ja. Hij merkt ook aan mij van... kan ik nog, ja of nee, een paar woordjes, heel kort, en hij weet voldoende. En dat is heel gemakkelijk. En dan kom je op de Olympische Spelen, dat is een strijdmarathon, dus elke vrouw tegen elke vrouw. Ja. Niemand gaat voor elkaar lopen. Nee, nee. En moet je ook inschatten van, wat kan ik nu zelf, ja of nee. En dat is moeilijker. Dat is moeilijker, ja. Het is ook vrij goed gelukt. Ja. En... je merkt daar ook wel van, dit is een dame die ik nu voorbij steek, die wat normaal 10 minuten voor mij is. Oei, ben ik te snel bezig of is die verkeerd? Ja. En je zit met heel veel dingen in het hoofd en vraag je af van, gaat het lukken, ja of nee? Ja. En uiteindelijk komt het toch goed uit en dan heb je gezegd, ik vond die strijdmarathon toch wel fijn. Zeggen, is het dan geen idee om in je voorbereiding... ook dat te trainen en eigenlijk een strijdmarathon, zoals je dat noemt, in je marathons voordien, dat ook is gewoon zonder haast, gewoon op je eigen tempo, omdat je kan dan niet leerrijk zijn. Ik weet niet, dat is wel interessant en we hebben dat zo'n klein beetje geïntegreerd in de training, maar meer op verhaal van, we gaan een lange deur wat doen. Ik heb 5 collega lopers mee, van bij ons in de groep, maar Manuela bepaalt het tempo. Ja. Dus ik moet eigenlijk leiding nemen en mijn trainer zegt van we gaan progressief doen. Dus om de 5 kilometer gaan we 5 secondjes sneller lopen per kilometer. En dat verliep toch eigenlijk nog vrij goed. Nu, ik ben sowieso denk ik wel vaak het type die wat de leiding neemt in de loopgroep. Lijkt het opwarmen, het uitlopen ben ik meestal wel degene wat van voor loopt. En dan in wedstrijden, sowieso waar dat ik mijn wedstrijden loop, is dat niet altijd gemakkelijk. Omdat ik mij meer moet meten met de mannen. Nu, ik durf geregeld kop te nemen. Dus ik ben niet het type dat altijd zich achter de mannen gaat schuilen. Nee. Dus ik zeg van, we zitten in een groepje of ik heb hier 2 mannen langs mij. Ik zal ook wel kop nemen.
Dus daar hebben we toch sowieso wel wat geprobeerd. Ja. En dan zo'n paar wedstrijden gelopen, kortere afstanden. En dan toch wel goed tempo van, oké, dit is mijn marathontempo, dit ga ik proberen en we zien wel. Ja, oké. Maar echt een marathon lopen voor een tijd willen gaan en niet met een haasmerk, dat zie ik niet direct zitten. Ik vind het voordeel van een haasmerk je wel echt heel hard. Maar dan in uw tijden vooral. Ja. Want en ook comfort. Je zegt uw snelste marathon 2:37 en in Rio 2:44. Dus wijd je die 7 minuten aan het feit dat er geen haas bij was? Of is dat dan... Meer omstandigheden. Warmte, het was 35 graden. Vrij warm. Ideale temperatuur voor een marathon is rond een 10 graden bijvoorbeeld. Dus beginnend en 15 graden max. En ja, 35 graden is pak het verschil. Ja. Dus we hadden sowieso op voorhand met de marathon dames. Dus we zitten daar een week in Rio. En ja, we hebben een begeleider en die is dan parcoursverkenning gaan doen en zo. En hij zei van, het is echt wel een vrij vlak parcours. Kijk, je hebt lichtjes vals plat omhoog, maar zodra dat je bocht hebt gemaakt, is vals plat omlaag. Ja. Maar in Rio was het daar winter. En het kon daar even goed dus 10 graden zijn met echt regen dat eruit vloog. Want bij de mannen is het dus eigenlijk vrij fris geweest en heel veel regen hebben ze gehad. Maar bij ons was het juist een koude periode geweest in de week. En dan ging het in het weekend warm worden. Ja. En de vraag was hoe warm je gaat worden. Ja, het was 35 graden. Okay. En je weet dan al dat als jij probeert voor een snellere tijd te lopen, dat dat toch al gaat meespelen. Nu, je moet sowieso al extra bevoorradingen nemen. Dus zijn zo van die kleine puntjes dat erbij komen kijken. En we hadden al zoiets van, oké, als we 10 minuten trager gaan lopen, alle drie... Nou, wij nog perfect ons best gedaan en zitten we zeker in ons niveau. Ja. We hebben eigenlijk alle drie een 7 minuten ongeveer trager lopen. Ja. Dus we hebben goed gedaan wat we konden. Ja, dat was niet... Oké, alright. En wat je zegt, zo de Olympische Spelen, denk ik voor veel mensen toch iets magisch. Ik weet niet, de sfeer... De andere atleten, het Olympisch dorp, heb jij ook in het Olympisch dorp verbleven? Vertel, ik weet niet. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten in het begin. Dus je hoort zoveel en je leest ook zoveel. Nu, in Rio was dan ook het verhaal van oké, de appartementen zijn niet in orde. Ja. Dat vond ik nog vrij goed meevallen. Nieuws was sowieso wat extremer uitvergroot. Zoals vaak. Ja. Bij ons was eigenlijk ons appartement... helemaal in orde. Ja. Nu, naar de sfeer en zo toe, je zit daar met allemaal sporters. Uh-huh. En je merkt dat wel, van iedereen loopt er in een trainingsbroek rond, niemand is geïnteresseerd in, zijn mooi gekleed met de hakken of zo. Nee. We zijn er allemaal voor hetzelfde, we willen het beste eruit halen wat we kunnen. En heel veel verschillende sporten. En je merkt ook wel zo, oké, dat is een turnster en dat is die. Dus. En ook die eetzaal, dat is dan 2-3 voetbalvelden groot. En je komt daar voor de eerste keer binnen en denk je, oké, waar moet ik hier naartoe gaan? Ja. En dan zie je personen aan de tafel zitten van, die ken ik van op tv. En, de echte grote sterren. Ja, like Simone Biles, die heb ik daar echt wel geregeld gezien in de eetzaal. En die komt bij mij tot hier, dus die is echt wel mini. Ja. Ik voelde me heel groot. En dan denk ik van, oké, het zijn ook maar gewone mensen. Ja. Voor ons zijn dat ook helden en ze zien er echt gewoon uit als je er langs voorbij loopt. Nu, like een Usain Bolt, die ziet je niet in het dorp. Nee. Die verbleef ook apart. Dus dat vond ik wel jammer, die had ik ook wel eens willen zien, zo ons dichtbij van, oké, die is zo groot of zo. Voilà. Maar blijkbaar zou je zo'n persoon ook geen rust krijgen daar. Dus iedereen wil er mee op de foto en zo. Ja. Begrijp ik perfect, hè. Ja. Je wilt er nog altijd voor je wedstrijd gaan, hè. En lijkt dat hij achteraf is gaan feesten. Ja, dat is normaal. Ik heb zo lang er naartoe geleefd, dus. Ja. En ik vond het daar heel fijn. En zeker was ook met de Belgische delegatie. Ik heb heel veel sporters leren kennen. Ja. Van andere dingen wat ik nooit zou zien. Nee. Paardrijdster, Jorinde Verwimp, Jolien Doren. Super tof meisje. Ja.
echt plezant om die mensen eens mee te spreken en mee te lachen en te gekken en zo. Als ze dan ja, medaille wint en ze komt, hey, kijk, en ja, dat is ja super cool. Ja. Dus, Ja, dat vond ik echt wel het fijnste, zo iedereen wat leren kennen en ja, de Olympische delegatie van België dan ook, zo de personen wat achter de schermen werken. Ja. Zitten heel toffe mensen tussen, ja, ik zou dat misschien niet altijd direct gedacht hebben, maar ja, dat komt toch wel plezant over. Dus, ja. Oké, okay. En heb jij nog andere, want je noemt nu Usain Bolt ook een loper, atletiek, maar zijn er nog andere sporters waar jij naar opkijkt of een voorbeeld aan neemt? Of buiten, van anderen? Buiten het atletiek, buiten het lopen? Ik weet niet, zelfs binnen het atletiek. Ik heb niet zo van het opkijken van wauw, ik ben super fan en zo. Ja, nee. Ik vind iedereen echt respect en alles wat ze doen en ik vind dat chic en een Usain Bolt, dat is fenomenaal wat hij doet, maar blijf een gewone persoon. Ja, tuurlijk, ik vind een persoon die wat een marathon uitloopt op 4 uur vind ik ook al heel chic, want allez, je moet het maar doen, hè. Ja. En ik heb dan niet zo van oké, die persoon moet ik echt gezien hebben, zo, ik had dan op voorhand gezegd ik wil Usain Bolt wel eens zien. Ja. Maar gewoon meer zo van nieuwsgierigheid. Ja, ja, ja. Ik zou ook niet naar hem toe gaan van mag ik een handtekening of een foto met u? Nee. Want hey, zo ben ik niet. Nee. Dus, je hebt al uw meteen als aan de vind ik ook wel Ja, die staat in de vitrinekast. Ja, dus, we zijn een speciale vitrinekast gaan kopen. Ah, serieus? Okay. Ja, we hadden altijd wel gezegd van oké, we moeten misschien eens zo'n mooi kastje in de living hebben. Ja. En ja, nu hadden we zoiets van, nu moeten we dat zeker wel doen. Ja. Oké. Goed. Ik denk dat we wel heel veel dingen hebben besproken. Veel toch nuttige tips hopelijk hebben we kunnen meegeven. Ik hoop het ook. Ik vond het leuk in ieder geval. Ik vond het een eer om u hier te hebben. Ik vond het leuk dat je bent gekomen. Ik vond het plezant. Oké, super. Dus nogmaals bedankt. Ik zou zeggen, we gaan allemaal supporteren en u in de oog houden. Op naar 2020. Op naar 2020. En we zullen nog wel veel van u horen, ongetwijfeld. Dus nogmaals bedankt om hier te zijn. Graag gedaan. Oké, super. All right. Bye. Ciao, ciao.